Zen in de boardroom. Leiderschap vanuit rust, ruimte en reflectie. De wereld verandert steeds sneller. Nieuwe ontwikkelingen vragen in toenemende mate om onze aandacht, waardoor we niet zelden wegzakken in de hectiek van de dag. Dit terwijl er juist nu meer dan ooit een beroep wordt gedaan op ons vermogen om afstand te nemen en te kijken naar wat er echt nodig is. Doordat ik me ben gaan verdiepen in Zen, werd ik me bewust dat wanneer je meer vanuit rust en ontspanning naar jezelf en je omgeving kan kijken, je hierdoor anders kunt denken en dus ook reageren. Zodat je naar andere uitkomsten toe kan werken, met veel meer impact. In Zen in de boardroom beschrijf ik het pad waarlangs ik hiertoe gekomen ben. Deel ik mijn inzichten en geef ik je praktische oefeningen om je eigen proces naar verdieping verder te ondersteunen. Zelfreflectie en bewustwording vormen de eerste stap op weg naar een meer helder bewustzijn. Iedereen heeft sterke en minder sterke punten. Hierbij is het vaak zo dat iets dat jou krachtig maakt, je tegelijkertijd ook enorm in de weg kan zitten. Zo uit een sterke drijf en overtuiging zich onder druk al snel in ongeduld en drammen. Je kracht wordt in juist je valkuil, waardoor je niet alleen minder impact hebt, maar je ook onnodig veel energie verliest. Wanneer je hier bewust van bent, lukt het je vaak beter om met een ruimere blik te kijken naar wat er echt nodig is. Maar kijk je hierbij alleen naar vandaag? Of is er ook tijd om naar de toekomst te kijken? En ben je je daarbij bewust van je omgeving en impact? Het is daarbij ook goed om voor jezelf vast te stellen hoe vrij je bent in je denken en handelen. De interactie met je omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Door jezelf hier meer voor open te stellen, kom je stap voor stap dichter bij het vermogen om verder te kunnen kijken en jezelf minder snel vast te zetten. De grote vraag is natuurlijk, hoe blijf je de regisseur van wat er in en om je heen gebeurt? Ons ego zit ons namelijk vaak behoorlijk in de weg. Het identificeert zich de hele dag met van alles en nog wat. Hierdoor ga je, als je onder druk komt te staan, vaak te snel in je hoofd. Terwijl als je in staat bent om te blijven voelen wat er nu echt gebeurt, de dingen op ware grootte blijven en je zachter naar alles kunt blijven kijken. Niet alleen kun je hierdoor gemakkelijker naar een andere uitkomst toe werken, maar kost het je bovendien ook minder energie en wordt het vaak ook leuker. In Zen gaat het vooral om bewustzijn. Bewustzijn van welke rol we spelen en hoe we onszelf niet zelden vastzetten door juist datgene te doen of te laten wat niet werkt. Zen biedt een aantal heldere handvaten om ons dit duidelijk te maken. Door meditatie kunnen we gemakkelijker tot rust komen. Door te zitten, ons te concentreren op onze ademhaling en te tellen, worden onverwerkte emoties in ons onderbewustzijn beter verwerkt. Wanneer je dit lang genoeg blijft doen, ontstaat er steeds meer ruimte en ontspanning. De echte verandering is dan ook niet iets van de een op de andere dag, maar een kwestie van tijd. Blijven volhouden dus. Wat dat betreft is je pad naar zelfreflectie en verdieping nooit klaar. Naast ons bewustzijn is een goede zorg voor ons lichaam en geest eveneens een belangrijke voorwaarde om vanuit rust en ruimte te kunnen blijven kijken en handelen. Daarom besteed ik in het boek ook aandacht aan gezonde voeding, het regelmatig bewegen en sporten, goed rusten en ontspannen. Zen in de boardroom beschrijft al deze puzzelstukken die je stap voor stap dichter bij je pad kunnen brengen. In Zen in de boardroom neem ik je mee in hoe ik de afgelopen jaren ontdekt heb dat zelfreflectie en een open houding me niet alleen een relaxtere manier van werken bracht, maar vooral ook meer impact en energie. Door je aandacht bewuster te richten, wordt alles zachter, makkelijker en vooral leuker.